Ik ben Lelmens en ik ben voorzitter van de Vlaams Scholierenkoepel. En de Vlaams Scholierenkoepel is een organisatie die de mening, die de stem van scholieren overbrengt naar het onderwijsmiddenveld. Nu, vandaag zou ik met jullie graag over leerlingenparticipatie willen spreken en ik heb daar een presie voor voorbereid. Leerlingenparticipatie, een verhaal met twee kanten. Een aantal weken geleden kregen wij een mail van het gemeenschapsonderwijs op het kantoor van de Vlaamse Scholierenkoepel. En er werd ons de vraag gesteld, hoe kunnen leerlingen zorgen voor een betere leerlingenparticipatie? En wij schoten een beetje paniek, want wij hebben altijd het verhaal van, hey, de directie, die moet de voorwaarden creëren om aan leerlingenparticipatie te doen. Hè? Dus toch daar dat de verantwoordelijkheid ligt. En ik begon daar wat over na te denken en ik was wat aan het nadenken over die vraag. En ik dacht van verdorie, nee, dat is niet helemaal waar. Leerlingenparticipatie is geen of-of verhaal, leerlingenparticipatie is een en-en verhaal. Er zijn twee partijen, zowel de directie, zowel het schoolbestuur, als de leerlingen die daar een verantwoordelijkheid in dragen. Nu, waar liggen die verantwoordelijkheden dan? Eerst en vooral, wat zijn de verantwoordelijkheden die een school draagt? Leerlingenparticipatie, in mijn optie, moet allesomvattend zijn. In de twee scholen waar ik nu op zit, zie ik leerlingenraden te vaak in de valkuil vallen. De leerlingenraden zijn een soort feestcomité. Ze organiseren van allerlei activiteiten en dat is heel erg leuk en ook heel erg goed. Maar leerlingenparticipatie zou meer moeten gaan dan dat. Leerlingen zouden ook inspraak moeten hebben over de examenregeling, zouden inspraak moeten hebben over het schoolplein, hoe de school eruit ziet en talloze andere domeinen. Dus zorg dat leerlingen overal bij betrokken worden. Dat is een hele belangrijke zaak. Met de Vlaamse Scholierenkoepel ontwikkelen wij ook bijvoorbeeld methodieken voor leerkrachten om te vragen voor feedback. Dus ook wanneer het aankomt om op de leskwaliteit, zorg dat leerlingen hun stem daarin doordringt ergens. De betrokkenheid. We kunnen heel goed naar leerlingen luisteren, dat is heel belangrijk. Het is ook belangrijk om ze serieus te nemen en ook de tijd vrij te maken voor leerlingen. Te vaak voelen leerlingen nog aan dat leerlingenraad iets, wat hier net ook gezegd is geweest door de vorige spreker, iets tussendoor is. Hè? Iets dat erbij hoort, iets dat wel mooi op een plaatje staat, maar niet noodzakelijk iets waar een aparte entiteit, waar apart naar geluisterd wordt. En dat vinden wij toch wel heel erg belangrijk. Een aantal maanden geleden is er onderzoek gedaan naar het democratisch bewustzijn onder Vlaamse jongeren. En de resultaten daarvan waren ronduit gezegd bedroevend. In Europa scoren Vlaamse jongeren het slechtst wanneer het aankomt om democratisch bewustzijn. Nu, wat kunnen we daaraan doen? Ik denk dat participatie en geconfronteerd worden met democratische inspraak de sleutel kunnen vormen tot het leren kennen en tot het kennismaken, het eigen maken van democratische processen. Dus dat leerlingen ook gevraagd worden voor participatie, dat denk ik dat een heel goed startpunt zou kunnen zijn om dat democratisch bewustzijn en om dat actief burgerschap aan te moedigen. Tot slot zijn er nog de praktische voorwaarden. Zorg dat de leerlingenraad een budget heeft. Natuurlijk hebben we zelf middelen om geld in te zamelen, maar zorg dat er ook een budget is, dat er ruimte is en dat er ondersteuning is. Iets dat wij met de VSK leveren. We hebben pas een tweetal prachtige actiedagen achter de rug gehad hier in Brussel. Zorg dat leerlingenraden daar toegang tot hebben en daar gebruik van maken. Nu, tot dusver het verhaal van de scholen. Want natuurlijk, als het over leerlingenparticipatie gaat, kun je heel veel met de beschuldigende vingers naar scholen wijzen. Maar de verantwoordelijkheid ligt ook bij leerlingen zelf. En welke verantwoordelijkheden zijn dat dan? Eerst en vooral weg met de onverschilligheid. Participation matters. Het is belangrijk dat leerlingen deelnemen. En het is ook belangrijk dat leerlingen zelf willen deelnemen. Geen politieke apathie. Met de Vlaamse Scholierenkoepel hebben we een algemene vergadering. En er zitten scholieren over heel Vlaanderen. En wij gaan ook een scholierencongres organiseren. En in dat scholierencongres gaan we mensen de stem geven aan jongeren. En we hebben aan de mensen die in onze algemene vergadering gezeten, gevraagd of ze een beetje promotie zouden maken voor dat scholierencongres. En dan hoorde ik een jongen vertellen, en dat verhaal is me heel erg bijgebleven. Ja, ik wil dat wel doen, maar ik ben bang dat als ik op mijn Facebook van allerlei buttons en van alles ga schrijven, dat ze mij gaan uitlachen. En sterker nog, dat ze gaan zeggen van, hey jong, doe dat weg. Je bent al een beetje gek dat je überhaupt bij die organisatie staat. Laat staan dat je er aandacht aan besteedt op je Facebook. Dat verhaal dat jongeren zich onder druk gezet voelden om niet aan participatie deel te nemen. Hier is net gesproken over de peer pressure, de druk die je krijgt van je groep, van je leeftijdsgenoten. Het is belangrijk dat de politieke apathie en die negatieve houding tegen participatie, dat daar komaf mee wordt gemaakt. De leerlingenraad is cool en dus ook respect voor de leerlingenraders.
Leerlingenraad is ook meer dan een feestcomité. Het is ook belangrijk dat leerlingen zichzelf niet de vraag stellen, wat voor meerwaarde kunnen we hier hebben op school? En hoe kunnen we meer doen dan alleen maar activiteiten organiseren, dan alleen maar geld inzamelen? Hoe kunnen wij verschil maken hier op school? En hoe kunnen wij betrokken zijn bij alle aspecten die schoolbeleid inhouden? En dan gaat het niet alleen om de lengte van de rokjes of zaken die leerlingen direct aangaan. Maar dan gaat het ook over hoe ziet een school eruit? Hoe worden lessen gegeven? En zulke zaken. Dus om af te sluiten zou ik willen zeggen dat leerlingenparticipatie een en-en verhaal is. Een verhaal dat zowel komt van het schoolbestuur, van de leerkracht, van iedereen die betrokken is bij de inrichting van het onderwijs, als ook van de leerlingen zelf, die gemotiveerd moeten zijn en die dat actief burgerschap vorm moeten geven. Ik dank jullie hartelijk voor jullie aandacht. Dankjewel.